maar bij. Chakra. En wie ben ik? Alle klokken luid. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe High Check. Waar wij testen of iets worth the hype is of dat je moet laten liggen in de winkel. En wat hebben wij vandaag, Jules? We hebben whitening strips van Love to Smile. Wow. Met coconut charcoal. Dit is wel dat het, zeg maar, het zijn van die zwarte strips, weet je wel. Oh, je, ja. En ja, dit moet je 30 minuten laten zitten. En dan heb jij helemaal witte tanden als het goed is. Mm-hmm. Wat een goed idee. Ik denk dat we dit allemaal wel goed kunnen gebruiken. Want als jij een knappe jongen ziet aan de overkant en je hebt een gele tanden, dat willen we niet. En hoe duur is die? €29,95. Jeetje. Vind ik niet goedkoop, maar ik vind het wel goed. Want je moet niet zomaar je tanden bleken met het eerste beste wat je ziet. Want dat is niet goed. Dus liever een beetje geld er tegenaan gooien dat het werkt. Maar of het werkt, daar gaan we nu achter komen. Mm-hmm. In verband met hele leuke tooth jams en tandartsbezoekjes gaan we het even niet zelf uittesten. Maar op onze lieve, leuke, knappe, nieuwe stagiair, kom er maar bij! Making her way downtown. Hallo. Kom maar in het midden. Oké, als eerste, hoe ziet het product eruit? Nou, er zitten er in één keer een stuk of... Er zijn er best wel veel. Aantal whitening strips. En dan heb je dus zo'n plastic zakkie. En die gaan we openmaken. Ja, en hij is zwart, want dat is charcoal. En die vouw je dan zo... al je tanden, dan vouw je hem naar binnen zodat hij blijft zitten. En dan ga je gewoon even een half uurtje serietje kijken. Living your best life. Oké, nou dan doe ik de upper wel. Ja. Spijt me. Wat een stagiair allemaal wel niet mee moet maken. Oké. Komt-ie. Tak. Wauw. Tak. Oké, dan moet je mezelf even achter je kiezen duwen. En dan omvouwen. Ja, dit gaat perfect. Kijk. Ja. Yeah. Amazing. En dan vouw je hem zo onder je... Ja. Kijk, ze snapte. Hey. Het ruikt lekker. Ik ruik gewoon een soort van tandpasta. Oh, minty. Minty kokos. Die moet je wel even... Deze gaat dan onderin. En wie ben je? Ja. Zij heeft hem. Kijk. En je wordt in ieder geval niet lastgevallen door allemaal verschrikkelijke mannen. Ja. Goed, wat een goede methode. Vond ik als zegt, deze schatje nu gaan. Nee. Ja. En dan gaan we even een timertje zetten voor een half uur. We zijn inmiddels alweer een half uur verder, dus laten we onze lieftallige stagiaire Saar weer erbij halen. Woo! She's back and better. Oké, hoe heb je het afgelopen half uur ervaren? Nou, het is niet vies. Het is echt niet vies. Oké, dat is goed. Maar het voelt wel een beetje gek. Oké. Nou, we hebben goed nieuws. Het mag eruit. Mooi. Het ziet er echt heel wit uit ook. Nou, het is wel oprecht heel erg wit. Ja. Maar je moet denk ik dat zwart even eraf spoelen met water. Dat denk ik ook. Water. Oké, spoelen. En dan even terugkomen als je wil voor het eindresultaat. Want het ziet er echt heel goed. Ik vind het echt heel wit uitzien al. Oké, ik ga even spoelen. Yeah. En ondertussen gaat Julia even een heel mooi liedje voor je zingen. Vader Jacob, slaapt gij nog? Alle klokken luiden, Dingerangerong. Dankjewel Jules voor dit mooie optreden, maar onze liefdevolle Saar is weer terug. Kom erbij! Woehoe! En? Hey. Wow. Wow! Het werkt wel! Ja, vind jij de hype goedgekeurd? Ja, ik denk het wel. Ik ben wel tevreden. Nou, dan mag jij zeggen, wat voor cijfer geef je dit? Ik geef denk ik wel een 7,5. Okay. 7,5? Ja. Dat is een keurig cijfer. Ja, nou. Oké. Nou, de hypercheck, dankjewel. Alsjeblieft. Doei. Doeg. En dan zien we jullie weer bij een volgende hypecheck. Ja. Later. Vonden jullie deze de hype waard of juist niet? Laat even in de comments weten wat je van deze hypecheck vond. En of je nog producten hebt die je graag uitgetest wil zien worden. Zodat jij het niet hoeft te halen. Zien jullie weer bij een volgende hypecheck. Bye.